Nou, dit is hoe het balkon er op dit moment uitziet. Hi allemaal, ik ben Tara. En ik ben Larissa. En wij zijn van Endless Weekend en wij zijn net de deur uitgegaan naar de Action om wat dingetjes te shoppen voor op het balkon. Want zoals je vast wel hebt meegekregen is het lekker weer, dus we hadden zin om wat leuke dingetjes te shoppen voor een kleine mini balkon makeover. Dus kijk gezellig mee naar wat we geshopt hebben. Nou, ik begin gelijk met het grootste item dat we hebben geshopt en dat is dit buitenvloerkleed. En je had deze in verschillende printjes en kleuren. En we hebben gekozen voor deze groene variant met een soort van palmboompjes erop. Ja, supermooi. €5,95 maar. Ja, en het is dus ook nog van een beetje materiaal dat als het regent, dan kan het er een beetje doorheen lopen. Ja. En dan draagt het ook weer. En hij is ook best wel groot. Dus dat vind ik ook altijd heel fijn. Nou, op mijn balkon heb ik een bankje staan met kussentjes. En ik heb hoesen gehaald om er omheen te doen. En allemaal van die mooie natuurtinten. En deze hebben zelfs macramé. Misschien kun jij ze uitvouwen. Ze hadden verschillende soorten. Oeh, yep. En dit zijn dus kussenhoesjes. Die kosten €8,98. En ik vind ze zo ontzettend leuk. Hier zitten van die zachte friemeltjes op. En dan hebben we twee patroontjes. Dus dat was net iets anders. En dit is de ander. En hij ziet er echt ontzettend luxe uit. En gewoon in hele mooie kleuren. En dan voor de kussentjes waar je op zit, hebben wij deze uitgekozen. Ook een hele mooie kleur. Past heel goed bij elkaar. En deze die kost €5,97. Nou, op het balkon vinden wij lampjes ook altijd een echte must. Vooral in de avond is het gewoon super gezellig. En er zaten echt super veel verschillende soorten. Ja. Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor deze variant. Die hebben gewoon doorzichtige bulbjes. Ja, en echt super schattig, want daar zitten dus van die fairy lights in. Dus ze zijn heel magical, twinkly en glitterachtig. En werken op batterij, dat lijkt me ook wel heel erg handig. Ik zit eventjes te kijken naar de prijs. Oh ja, deze kost €6,95. En dan heb je dus deze gigantische doos met lampjes. Nou, toen vonden we ook deze placemat. Eigenlijk, je kan hier ook gewoon vanaf eten dat je je bord erop zet dus. Maar wij dachten, dit is ook wel heel erg nice om op je muur te hangen. Voor een beetje die Ibiza of Bali vibes. Het is gemaakt van zeegras en witte jute. En hij kost €2,50. Dus dat is eigenlijk een beetje een hack. Ja, we gaan het wel laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, en dan vonden we ook deze mooie vaas. Dit is vaas in Milano en hij is van glas. €2,99. En we dachten, het is toch super leuk om die dan van dat pampangras erin te doen. En je had deze in verschillende tinten, in bruin en roze. En we hebben dus groen gekozen, want dat past dus mooi bij het vloerkleed. En de hele vibe. Als het lekker warm is, wil je natuurlijk ook kunnen genieten van een lekker goed gekoeld drankje. En ze hebben momenteel deze hele leuke bekers in de collectie. En we hebben gekozen voor deze groene kleur nogmaals, omdat het gewoon super goed matcht. En deze, die houdt je drankje lekker koel. En wat chill is dat er een rietje bij komt en een deksel, zodat er niet vliegjes of dergelijke in kunnen vallen. Dus dat is super lekker voor het balkon. Deze drinkbeker die kost €2,99. Nou, over gekoelde drankjes gesproken. Wij zagen deze ijsblokjesmaker en dachten dat is handig. Niet meer knoeien terwijl je water in je ijsblokjesmaker giet. Er zit hier zo'n klepje in, dan kan je gewoon het water ingieten. En er zit dus een deksel op ook, wat misschien ook wel gewoon lekker hygiënisch is als je hem in je vriezer stopt. En de onderkant is dus zacht. Dus je kan ook makkelijk die ijsklontjes er weer uitdrukken. Dus ik dacht, dit is echt helemaal handig om te hebben. En deze kost maar €0,99. En we blijven nog eens even in het verkoelende onderdeel van het balkon. Want we hebben namelijk ook nog een ventilator gevonden. Deze was €12,95. En wat ik heel erg bijzonder vond aan deze, is dat hij draadloos is. Dus dat is ideaal. En je kan hem korter maken, je kan hem heel lang doen, je kan hem zelfs ophangen. Allemaal verschillende dingetjes en het zag er gewoon ook qua design heel mooi uit. Ja, heel interessant. Je kan hem dus ook eventueel meenemen naar het park als je dat zou willen, want het is gewoon, hij is draadloos. Ja. En je kan hem dus ook eventueel ophangen aan de muur. Ik weet niet of dat handig is, maar ja, het leek mij in ieder geval een heel leuke gadget. Ja, en deze die kost dus €12,95. Nou, en bij het voorjaar hoort natuurlijk ook een beetje een moestuintje, vind ik dan. Vind ik altijd wel gezellig om te proberen. En ze hebben diverse setjes bij de Action. Dit is degene met basilicum en tomaat. En zit dan in zo'n leuk kistje. Het is gewoon een hele kit en dan kan je gewoon meteen aan de slag. En ik vind dat wel heel erg leuk voor op je balkon. En deze is €3,89. En als laatst hebben wij ook nog gekozen voor een super leuke kaars. In ieder geval, ik werd heel erg getrokken door het design van de kaars. Want er zit een hele mooie palmbomen print op. En er staat op Tropical. En hij heeft een soort van kokosgeurtje. Oh, ruikt hij lekker? Sowieso altijd wel lekker om een geurkaars
Het is gewoon heel gezellig. Het is echt kokosterm. Gewoon te branden als je 's avonds warme zomeravond op je balkon zit. Dit is wel lekker. En hij was maar een euro. En het staat gewoon super leuk. Dit hebben we allemaal geshopt. Dan gaan we nu naar het balkon toe. En dan gaan we de boel lekker inrichten. Nou, dit is hoe het balkon er op dit moment uitziet. Dus deze kleur bankjes. En dan hier gaan we hoesjes omheen doen. En aan de andere kant ziet het er zo uit. Dus makeover time. Dit is het resultaat. Ik vind het echt mega leuk. Heel mooi. Hele leuke vibe. Lekker natuurtinten, maar ook nog wel een beetje warm en licht. En gezellig. Ja, helemaal geslaagd. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jij van deze makeover vond. En we zijn ook wel nieuwsgierig. Houden jullie van lichte kleuren of juist hele felle kleuren of donkere kleuren als het gaat om je balkon of je tuin? Laat het eventjes weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op het YouTube kanaal van Action. En als je nog meer van ons zou willen zien, dan kan je Tara vinden via @TaraVerbon. En mij vinden via @LarisVerbon op Instagram. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei! Doeg!